Bij een schietincident in Woerden vorige maand is een man van 59 ontsnapt aan de dood. Het was de nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 november. De man werd neergeschoten en raakte zwaar gewond. Een dag later werd hij in het ziekenhuis aangehouden omdat hij een grote hoeveelheid drugs in zijn woning bleek te hebben. Deze zaak hebben we eerder in de uitzending van 30 november behandeld. Maar inmiddels is er nieuwe informatie bij de recherche binnengekomen. En die informatie kan helpen deze zaak op te lossen. Het gebeurde allemaal in de Leidse Straatweg in Woerden. Even voorbij een rij woningen ligt aan de andere kant van de straat een aantal bedrijfspanden. In een van die panden woont het slachtoffer. Rond 2:15 die nacht komt de melding bij de politie binnen. Er zou geschoten zijn. Agenten gaan meteen ter plaatse en zien dan het slachtoffer liggen in de deuropening van zijn bedrijf. Hij heeft een schotwond. Er komt een ambulance ter plaatse en de man wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hij is ernstig gewond, maar niet een levensgevaar. Getuigen verklaren hoe ze hebben gezien dat twee mannen wegreden in een donkere Audi Q3 of een Audi Q5. Terwijl het slachtoffer in het ziekenhuis is voor behandeling, doorzoekt de politie het pand en vindt dan een grote hoeveelheid drugs. Ja, dat deze zaak zich afspeelt in het criminele milieu, Suzanne, is duidelijk. Ja, klopt. Het gewonde slachtoffer is in het ziekenhuis aangehouden voor het overtreden van de opiumwet. En die twee personen die midden in de nacht op hem geschoten hebben, ja, die zullen daar op de een of andere manier iets mee te maken hebben, denken wij. Ja. Op dit moment richt ons onderzoek dan ook vooral op het vinden van die twee personen die geschoten hebben. Precies. Er is nu een nieuw bewakingsbeeld waarop een auto en een man te zien zijn. Klopt, deze zwarte Audi Q3 of Q5 staat hier een paar honderd meter vanaf het plaatsdelict. We zien iemand uitstappen en het lijkt of die persoon controleert of de kofferbak dicht is. Ja, je hebt nog een detail dat misschien kan helpen. Ja, het slachtoffer heeft zich verweerd die avond. En hij zegt dat een van de schutters een snijwond in zijn gezicht had in die nacht van 15 op 16 november. Nou, als er mensen zijn die iemand kennen die een snijwond heeft gehad na die nacht, die mogelijk met verdovende middelen bezig is en die kan beschikken bijvoorbeeld over een donkere Q3 of Q5, ja, komen we heel graag in contact met deze personen. Precies. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar jullie hebben hem wel kunnen spreken. Ja, we hebben uiteraard met hem gesproken en de informatie uit dat gesprek, daar zijn de rechercheurs mee aan het werk gegaan. We behandelen deze zaak nu natuurlijk in bureau Hengeveld, omdat we hopen dat er kijkers zijn die ons meer kunnen vertellen over wat zich heeft afgespeeld bij dat pand voorafgaand aan het schietincident. Waarom waren deze mensen daar? Misschien hebben mensen deze personen gezien. Ja, en het mooiste zou zijn als mensen weten wie die personen zijn. Precies. Wat weten we nu op dit moment over die schutters? Nou, helaas nog niet zoveel details. De auto is naar de schietpartij gevlucht in de richting van de A12. Het bleek om een gestolen kenteken op de auto te gaan. Dus die kentekenplaten zijn gestolen. En dat is gebeurd in de buurt van Den Bosch. Nou, via de A12 kun je richting Den Bosch rijden. Dus het kan zijn dat die daders uit die regio komen. Ja. Wie zijn die twee mannen die in Woerden een man hebben neergeschoten? Alle informatie die kan helpen hen te vinden is welkom. Net als beelden van een beveiligingscamera waarop de mannen misschien te zien zijn. Nou, als u zo'n camera heeft, wil de politie die beelden heel graag bekijken. En met tips kunt u bellen naar de tiplijn 0800 60 70 of naar Meld Misdaad Anoniem 0800 7000. En beelden kunt u uploaden via politie.nl/upload.